Waar komt de nieuwe Hedel? Een vraag die al een tijdje speelt. Inmiddels zijn er twee mogelijke locaties over. Of Hedel blijft op haar huidige locatie, maar schuift op naar de parkeerplaats. Of Hedel neemt plaats op een andere parkeerplaats naast Theater De Spiegel. Om een impressie te geven van de twee mogelijke nieuwe locaties, heeft de gemeente enkele schetsen ontwikkeld. Hierbij moet wel gezegd worden dat het niet gaat om definitieve plannen, maar om belangstellenden een beeld en een gevoel erbij te geven. De locatie naast de spiegel lijkt de meeste pluspunten te hebben. Zo zou de locatie positief zijn voor een clustering met het theater en voor de nabijheid van de binnenstad. Aan de andere kant zijn er aandachtspunten genoemd als de bereikbaarheid en de parkeergelegenheid van deze plek. Het nieuwe Hedon aan de burgemeester Drijbersingel, dus op de huidige locatie, heeft vooral aandachtspunten. Zo zou deze bestemming kunnen zorgen voor waardevermindering van de woningen in de Vermeerstraat en voor meer overlast door het grotere aantal bezoekers. Inmiddels zijn de schetsen vertoond aan de omwonenden en de reacties zullen worden meegenomen in de rapportage aan het college van BMW. Voorlopig blijft Brood de muziekliefhebbers nog verwelkomen aan de burgemeester Drijbersingel nummer 7.